Een schandelijk kabinet met schandelijk beleid. Daar is Rutte verantwoordelijk voor geweest. Dat alleen al had voldoende moeten zijn om te zeggen dat Rutte beter ambassadeur in Tirana kan worden. Met Verlossum, kunt u mij horen? Dan noemde jij nog de uitspraak van de slimste over de Partij voor de Dieren. Ja, precies. Ja, daar vroegen ze van mij wat ik daarvan vond. Ik zei, nou, dat is een one-issue party. En ik ken tal van mensen die op de Partij voor de Dieren hebben gestemd. En ik vond het eerlijk gezegd nogal een escapistische stem. Dat we zeggen, nou ja, al die partijen, dat is allemaal maar niks. Weet je wat, we stemmen op de Partij voor de Dieren. Want wij zijn zelf ook tegen het mishandelen van dieren. Ja, wie is er voor het mishandelen van dieren? Vrijwel niemand natuurlijk. Behalve als je in die industrie werkt, dan kan het je allemaal geen zak schelen. Je zei het zo, als je niet wenst na te denken over politiek, dan stem je op de Partij van de Dieren. En voor heel veel intellectuelen is het ook een soort van vluchthaven van beperkt fatsoen. Zo, je hebt het allemaal opgeschreven. Ja, daar was een vraag over, dus ik dacht ik zoek het even op. Oké. Nou, laten we dan maar eens even beginnen met de uitleg van deze zaak. Ja, de Partij van de Dieren is ook nu nog steeds een single-issue partij. En al die mensen die bezwaren hadden, zeiden, ja, maar een fantastisch, prachtig partijprogramma. Dat is misschien wel het beste partijprogramma wat er is om de planeet te redden. Laat ik u dan beginnen met mee te delen dat partijprogramma's meestal volkomen betekenisloos zijn. Al was het maar omdat ze zich toch niet laten realiseren. Dus je kunt er van allerlei hartstikke leuke, mooie dingen in zeggen die volkomen irreëel zijn. Hoe mooi ze ook misschien zijn. En dat geldt niet alleen speciaal voor de Partij voor de Dieren. Partijprogramma's over de hele linie worden beschouwd als, laten we zeggen, noodzakelijke, maar irrelevante retoriek. Iedereen kan een mooi partijprogramma verzinnen. Als wij daarvoor even zouden gaan zitten, twee avonden. Nou joh, we hebben een partijprogramma samengesteld waar je u tegen zegt. Schiphol functioneert, de planeet wordt gered, de kippenbatterijen af. Nou, kortom, prachtig. Maar als de Partij van de Dieren ooit al zou worden uitgenodigd om mede regeringsverantwoordelijkheid te dragen, dan zal de Partij voor de Dieren altijd in die regeringsverantwoordelijkheid worden afgerekend op de vraag of ze iets gedaan hebben aan de reden van hun bestaan. Namelijk het misbruik van en het schandelijke gedrag ten opzichte van dieren, niet waar, in onze bio-industrie. Want daar gaat, en ook op een aantal andere terreinen. Daar zullen ze dan een wezenlijke bijdrage moeten leveren. Niet al die fantastische ideële doelen die ze geformuleerd hebben in dat schitterende programma. Ja, dat is wel fijn dat dat programma er is, maar dames en heren, dat zegt niets. Partijprogramma's zeggen niets. Uiteindelijk is in de politiek alleen maar belangrijk, niet waar, wat de regering doet. En die heeft daarvoor een meerderheid van de Kamer nodig. Dat is de essentie van de zaak. U kunt zeggen, die regeringen deugen voor geen meter, dat is vaak het geval. Maar dat is tenslotte waar het over gaat. En dat is het probleem met de Dierenpartij. Die zit nu flink in de lift, electoraal gesproken. Daar ben ik helemaal niet gelukkig mee. En ik zal uitleggen waarom dat het geval is. Dan hebben we er namelijk weer een klein linkspartijtje bij. We hebben nu de SP, klein linkspartijtje, de Partij van de Arbeid, tegenwoordig ook een klein linkspartijtje. We hebben GroenLinks, ook een klein linkspartijtje. En Potdomen, nou krijgen we die Dierenpartij er als het vierde kleine linkse partijtje bij. Op deze manier heb je ook geen reet aan al je idealen natuurlijk, want die laten ze, ja, als ik in de Kamer ga zitten, niet waar, als eenmansfractie, dan kan ik elke week de planeet redden. Alleen heeft dat praktisch geen enkele betekenis. Hè. Ik heb begrepen dat mevrouw Ouwehand prachtige betogen afsteekt in de Kamer, maar mag ik eens vragen wat daarvan precies de praktische betekenis is? Want dat is een van de meest opvallende dingen eigenlijk, dat we in Nederland al decennia praten over die verschrikkelijke manier van behandelen van dieren, maar dat het, God beter, geen enkel praktisch resultaat heeft opgeleverd. De schandelijke verhalen over slachthuizen, kippenbatterijen, varkens die naar Italië worden gereden, is er iets aan veranderd? Niets is eraan veranderd. Hè? En waarom is dat? Omdat links in ieder geval op dit moment punt helemaal geen vuist kan maken.
als die linkse partijen nou iets nuttigs zouden willen doen, dan is het niet voortdurend op je eigen fantastische programma hameren. Nee, dan zouden ze bordje bij bordje moeten leggen. He, dan met z'n vieren zouden ze een rol van betekenis kunnen spelen in de Nederlandse politiek, omdat ze dan ook in principe regeringsverantwoordelijkheid zouden kunnen dragen. Ik geef geen cent voor al die partijtjes die ter linkerzijde het grootste gelijk van de wereld hebben. Wat moet ik ermee? Wat heb je aan partijen die geen regerings... En dat vinden intellectuelen wel prettig, want kijk, als je bijvoorbeeld D66 stemt of VVD of... Ja, dan zit je altijd met een regering die dingen doet die je helemaal niet leuk vindt en waar je eigenlijk een beetje verschaamd en die liever... En terwijl natuurlijk, ja, al die kleine partijtjes, die hebben altijd gelijk. Ja, dat is de essentie van kleine partijtjes, dames en heren, zijn waardeloze partijtjes. En u stemt op kleine partijtjes omdat u vervolgens heeft u geen last van uw geweten in de daaropvolgende jaren. Maar de betekenis van uw stem is nul. Hoe mooi het programma van de Partij van de Dieren ook is, uiteindelijk heeft de partij was nuttig als signaalpartij. En dat is ook door andere partijen opgepakt. Maar we hebben geen enkele behoefte aan nog een klein links partijtje. Je zou er rechts van worden van al die kleine linkse partijtjes met hun idealen. Niet waar, laten ze in godsnaam eens een keer praktisch samenwerken. 6 zetels hebben ze. 6 zetels, weer zo'n partij met waar je niks aan hebt. Ja. De reacties die daar dan op komen zijn, ja, Maarten van Rossum is nu wel echt over de houdbaarheidsdatum heen. Als je de Partij voor de Dieren nu nog een single issue partij noemt, dan heb je het echt niet begrepen, zegt een kijker. Nou, ik hoop dat hij het, wat ik mijn betoog van de afgelopen minuten goed beluisterd heeft. Ja. Hoezo, meneer, mag ik vragen, mevrouw, mag ik vragen, hoe is het met de Partij van de Dieren, met het programma van de Partij van de Dieren? Is het een beetje uitvoerbaar? Ik heb een veel mooier programma in mijn hoofd zitten. Waarmee ik u niet lastig val. Esther Ouwand heeft zelf ook gereageerd, begreep ik, hè, op Twitter. Ja, ze vinden hun eigen partijprogramma enorm. Nogmaals, partijprogramma's zijn flauwekul. Zolang je u niet geen regeringsverantwoordelijkheid draagt, zolang u niet afgerekend wordt op wat u praktisch kunt verbeteren, geef ik er geen cent voor. Ik heb nog een interview gelezen met Mark Rutte. En dan dacht ik, er staan zoveel dingetjes in die wij ook hebben besproken. Dus ik heb daar eventjes, hij refereert namelijk ook aan zijn, hij is historicus natuurlijk, en daar refereert hij in dat interview steeds aan. En ik vond het wel grappig, ik heb het even opgeschreven. Hij leest heel veel politieke biografieën, Rutte. Dus hij heeft, zegt ook in dat interview trouwens, het staat in EW, dus Elsevier Weekblad, dat heet dus, die mogen niet meer Elsevier noemen, maar dat is dus nu EW. EW. Ja, Erik Vrijze heeft het interview gedaan. En die schrijft dus dat hij vaak Rutte biografieën leest van bijvoorbeeld Margaret Thatcher, Lyndon B. Johnson. En de vraag die dan gesteld wordt, steekt u nou, beste meneer Rutte, iets op als u die biografieën leest over de kunst van het vertrekken? Wanneer stop ik ermee? En dan zegt Rutte, het gaat in die biografieën altijd over die laatste ongezellige paar maanden. En hij zegt, ik zou veel liever willen lezen over de successen die eraan vooraf gingen. En niet over die laatste ongezellige maanden waarin dat vertrek zich aandient. Ja, zullen we dat maar zeggen. Dat is altijd natuurlijk een vervelende zaak. Ik zou beginnen met te zeggen dat Thatcher en Lyndon Johnson niet waar een rol speelden in politieke systemen die fundamenteel anders zijn dan het Nederlandse politieke systeem. Namelijk twee partijsystemen. En dat maakt alle verschil van de wereld. Voor zover Rutte verdiensten heeft, is het dat hij het soort van persoon is die een complexe regeringscoalitie bij elkaar kan houden. Dat heeft hij wel bewezen te kunnen doen. Want dit is zijn vierde kabinet, per slot van rekening. Dat hij wat mij betreft beter had kunnen vertrekken, heeft met dat talent niet zo verschrikkelijk veel te maken. We hebben natuurlijk altijd gezegd dat Rutte geen visie had. Heb ik ook vaak genoeg gezegd. Het probleem is bij Rutte dat hij wel een visie had. Niet erg geconcretiseerd, maar wel een visie in breder verband. Die natuurlijk ook helemaal niet zelf verzonnen heeft. Zoals iedereen is ook Rutte een kind van de tijdgeest. En voert hij uit wat de tijdgeest denkt of suggereert dat de beste oplossingen zouden zijn. In dit geval is dat de zogenaamde neoliberale tijdgeest. Die ook bij het kabinet van Balkenende natuurlijk al een rol van betekenis speelde. En wat wil die tijdgeest? Die tijdgeest wil... Dat is natuurlijk al lang geleden begonnen. Denk aan Ronald Reagan. Denk aan Margaret Thatcher trouwens ook.
En dat is eigenlijk dat de overheid, dat die niet deugt. Dat die overheid is eigenlijk een soort incubus die op de schouders van de kiezer, van de burger zit. En die burger steeds lastig valt en voor de voeten loopt en zegt dat die niks mag doen. En, nou ja, dat de overheid in feite een kwade, negatieve instantie is. Die het liefst zo klein mogelijk moet worden gehouden. Zoals veel Amerikanen denken, belasting is diefstal. We hebben het verdiend. En dan moeten ze die nou niet komen afpakken en zo. Ja, dat er allerlei nuttige dingen worden gedaan als het goed is. Met belastingcenten zijn ze vaak gauw vergeten. We hebben in Amerika ook zo'n hele discussie gehad van mensen die rijk zijn. Ja, wij zijn rijk geworden. Dat is onze persoonlijke individuele verdienste. Waarbij dus de hele context van samenleving, individueel, collectieve systemen enzovoort, dat wordt allemaal gemakzuchtig vergeten. Maar dat kan natuurlijk niet. En die visie dat de overheid eigenlijk niet deugt en dat de overheid eigenlijk liefst zo klein mogelijk moet zijn en zo efficiënt mogelijk en ook zo digitaal mogelijk, want dat is natuurlijk in de recente decennia is dat een belangrijke eis geworden, dat heeft ook de kabinetten van Rutte voortgedreven. Jammer genoeg is dat standpunt dat de overheid eigenlijk een verdachte instelling is die liefst zo klein mogelijk moet worden gehouden. Dat bleek ook heel interessant en aardig voor andere partijen. Die bovendien natuurlijk wel ook wel eens wilden regeren. Bij al die dominantie van de VVD. Maar de VVD, onder leiding van Rutte, is nu eenmaal het dominante element geweest in de Nederlandse politiek. In ieder geval in de afgelopen 12 jaar. En deels ook daarvoor, denk aan de Paarse kabinetten. Waar weliswaar Wim Kok minister-president was. Maar de VVD toch wel de belangrijkste zee had. En dat idee is steeds eigenlijk vrij systematisch ten uitvoer gebracht. Maak de overheid klein. En hoe moest dat gedaan worden? Door de overheid te reorganiseren en door op allerlei terreinen van overheidsbeleid te bezuinigen. En nu weten we ondertussen, want Rutte zit er nu 12 jaar. Nu weten we ondertussen wat een rampzalige resultaten dit beleid feitelijk heeft opgeleverd. Rutte's verantwoordelijkheid is primair het opruimen van de godvergeten rotzooi die de afgelopen 12 jaar veroorzaakt heeft. Dat begint natuurlijk met Rutte 1, het bekende gedoogkabinet. Een schandelijk kabinet met schandelijk beleid. Daar is Rutte verantwoordelijk voor geweest. Dat alleen al had voldoende moeten zijn om te zeggen dat Rutte beter ambassadeur in Tirana kan worden, wat mij betreft. Ja, het is een getalenteerde politicus, maar wat de resultaten uiteindelijk cumulerend van het beleid wat hij gevoerd heeft, zijn jammerlijk. Anders valt het niet te beschrijven. Al die decentralisatiebewegingen die niets dan narigheid hebben opgeleverd. Het feit dat laatst is besloten dat door het kabinet dat de rechterlijke macht, die krijgt er structureel per jaar 150 miljoen bij. Iedereen, 150 miljoen erbij, niet eens in een til, maar structureel. Ja, hoe komt dat noodzakelijk was? Omdat er eerst eindeloos gereorganiseerd en bezuinigd is. De rechterlijke macht niet waar een ruïne is. Waarvoor uitgebreid gewaarschuwd is door alle participanten in de rechterlijke macht. En nu is het een ruïne en nu krijg je 150 miljoen. Niet waar om in de ruïne een barakje te bouwen waar misschien behoorlijk beleid in gevoerd kan worden. Al die zaken, tientallen, honderden zaken die geseponeerd moeten worden in Nederland. Hoe komt dat? Dat is overheidsbeleid geweest. Dat is diep treurig. Dus ja, Rutte zou vooral de rotzooi moeten opruimen die hij zelf veroorzaakt heeft. Maar ja, we hebben het er vaak genoeg over gehad. Dat iemand in een parlementaire democratie blijft zitten nadat een hele Kamer een motie van afkeuring heeft aangenomen. Net niet een meerderheid een motie van wantrouwen heeft aangenomen, dat is voor mij nog steeds onbegrijpelijk. Dat hij vervolgens wel bewust de formatie veel te lang heeft laten duren, dat vind ik ook een diep trieste zaak. Gewoon waarom te lang, omdat we dan een beetje konden wennen aan het feit dat de beschadigde minister-president dat hij gewoon weer terug zou komen. Niet dat ik daar vanaf het allereerste moment aan getwijfeld heb. Luister deze podcast terug. Ik heb altijd gedacht, dat kabinet komt gewoon weer terug. Ja, dus wat dat betreft vind ik dat Rutte al, wat hadden we ook weer over houdbaarheidsdatum. Ja, houdbaarheidsdatum, ja.
Ja, 10 jaar vond ik wel genoeg. Hij heeft een hoop ellende aangericht. En ik hoop dat dat een deel van die ellende ooit gerepareerd zal worden. Ja. Hij heeft het ook eigenlijk over indirect over jou. Zeg maar, de opiniemakers noemt hij dat die altijd met mij bezig zijn. Zeker met mijn vertrek. En dan zegt hij eigenlijk, hij pareert wat hij zegt. Ja, dat zeiden ze ook in 2014 en 2017 dat het mijn laatste kunstje zou zijn. En zie, ik zit er nog steeds. Ja, kennelijk is hij daar heel tevreden over. Geheel onterecht naar mijn idee. Ja. Nogmaals, hij is een hele getalenteerde politicus. Een ideale politicus voor coalitiebeleid. Mijn bezwaar is ook, dat zijn die moties natuurlijk die hij genegeerd heeft. Maar mijn hoofdbezwaar is dat coalitiebeleid klotenbeleid is gebleken. Dat het hele idee van een kleinere overheid, een slankere overheid, een goedkopere overheid, dat een misvatting is gebleken. Ja. Die ook ondertussen geloof ik ook wat toegegeven heeft. Ja. Ja, dat is fijn nadat je eerst de boel verkloot hebt. Dat je dan zegt, ja sorry, het waren een beetje verkeerde ideeën, we gaan nu iets anders doen. Hij herhaalt ook weer zijn riedel. Hij zegt, heb ik nog de ideeën, heb ik nog de energie en wil het land en de partij me nog? En als op al die vragen ja beantwoord kan worden, dan ga ik gewoon door. En hij zegt, als het niet zo is, dan ga ik iets heel anders doen. Ik ga in ieder geval niet naar Europa of naar de NAVO. Ja, het land, wat wil het land? Het land wil niks. Het probleem is dat hij is de leider van de grootste politieke partij. En die grootste politieke partij, terwijl ondanks alle bezwaren in de samenleving, is de grootste politieke partij gebleven. En in een parlementaire democratie is het nu eenmaal zo de grootste politieke partij die bepaalt in alle opzichten het beleid. Ja. Ja. En het jammerlijke is dat Rutte natuurlijk altijd gezegd heeft, ja ik heb geen visie. Hè. Was het ook weer, visie belemmert het uitzicht. Als je visie, als iets met je visie is, moet je naar de oogarts, al die andere leuke metaforische lulkoek. Hè. Het probleem is dat hij wel degelijk een visie had. En dat die visie, die als het ware onuitgesproken visie van permanent bezuinigen, van het wantrouwen kweken tegen de overheid, die visie is in allerlei opzichten wel degelijk gerealiseerd. En die heeft grote schade veroorzaakt. Ja. Wantrouwen in de overheid. Kijk naar de toeslagenaffaire. Hè. Het probleem is dat die vaak heel letterlijk betrokken is geweest bij dit soort van dingen, maar dat die op een of andere manier altijd ermee wegkomt. Niet waar, Wiebes en Asscher zijn opgeruimd en hebben hun verantwoordelijkheid genomen. En de hoofdverantwoordelijke Rutte, die zit er nog steeds. Ja. 14 oktober 2010, toen is hij begonnen als minister-president. En hij had het nog over Merkel. Hij zegt van Merkel, die kon haar afscheid te plannen. Maar eigenlijk in dit beroep kun je afscheid niet plannen. Dat is een unicum dat zij dat heeft kunnen doen. Ja, wat ik zeg, nogmaals, Merkel is Rutte niet. We hebben met andere omstandigheden te maken. Ja. Nog één ding wat hij ook zegt over Oekraïne, want die vragen stellen vraagt dan ook van ja, moet Zelensky eigenlijk niet in Oekraïne accepteren dat, ja, dat de grenzen nu eenmaal zijn zoals de Russen ze hebben neergelegd en om nog meer slachtoffers te voorkomen moet hij daar maar zich bij neerleggen. En dan zegt hij, ik ben als historicus voorzichtig onder het sticker van München 1938 op te plakken, maar de vergelijking komt wel in de buurt. Ben je het daarmee eens? Nou, kijk eens, het zou natuurlijk heel gek zijn als Zelensky nou zou zeggen, jongens, we moeten nou een beetje matigheid betrachten en we gaan akkoord met wat de Russen nu veroverd hebben. Nee, dat betekent dat je in feite je onderhandelingspositie, als er überhaupt ooit onderhandelingen komen, die heb je dus al weggegeven. Ik begreep dat ze een offensief van plan zijn in de richting van Gerson. Ik begrijp wel dat de Oekraïne zegt, ja sorry jongens, maar voorlopig is wat de Russen hebben gedaan volstrekt onacceptabel. En we gaan natuurlijk niet de onderhandelingen in met door bij voorbaat te zeggen dat we het zo wel goed vinden. Dat zou ik ook niet doen. Dat is een rare onderhandelingstelling. Wat ze ook misschien in hun achterhoofd hebben gedacht over wat er met Luhansk en Donetsk moet gebeuren, dat weet ik niet precies. Vandaar natuurlijk dat de Russen, die hebben eigenlijk, nadat ze eerst hebben gezegd dat hun onderhandelingspositie eigenlijk beperkt was, nu hem bij monden van Lavrov plotseling zegt, nee, we hebben veel grotere ambities. We zouden dit wel willen hebben en dat wel willen hebben. Dus ja, dat wordt nog niet onderhandeld. Pas als er onderhandeld wordt, zullen we weten wat uiteindelijk, niet waar, ongeveer de resultaten zullen zijn. Ja. Dat een compromis wordt. Een ongetwijfeld een onaangenaam compromis, daar moet je wel van uitgaan. Hij noemde trouwens nog een biografie, is misschien leuk voor jou, een nieuwe biografie over Brezhnev. Geschreven door Suzanne Schattenberg. Ja, ik heb die besprekingen gelezen. Was dat daar wat? Word je niet vrolijk van. Nee? Nee. Die Brezhnev die was in feite al jaren, nou ik wil niet zeggen dement, maar wel op de grens van. Die werd door Andropov wel enigszins gemanipuleerd met medicijnen en zo. En
Nou ja, hij verscheen vaak weken niet op de partijkantoren. Dat is het hele probleem van dit soort van systemen. Dat zulke mensen niet op tijd opgeruimd worden. Kijk, daar valt van alles aan te merken op het Amerikaanse politieke systeem. Maar één aspect daarvan is voortreffelijk. Een president heeft 2 termijnen. Als je niet kan in 2 termijnen, kun je het helemaal niet. Ja. Jij vindt het niet interessant om te lezen, deze Brezhnev-biografie? Nee, dat ga ik niet lezen. Sterker nog, ik heb een heel aardig boek gelezen over de nadagen van de Sovjet-Unie. En daar heb ik ruim voldoende uit opgestoken om te weten hoe het er ongeveer toe ging. Ja. Het gaat inderdaad over de leden van het politbureau, die hoogbejaard zijn in 82. Nou ja, precies. Je weet toch nog wel, er is geen Brezhnev dood. In zijn slaap is die overleden. En toen kwam Andropov. Hij heeft er ruim een jaar gezeten. Ik kreeg griep. Ook heel gek, een hele gekke griep waar die aan dood ging. En toen kwam tenslotte Tsjernenko. En toen Tsjernenko werd gepresenteerd aan de goede gemeente, werd hij, als ik het me goed herinner, door een verpleegster ondersteund. Dus daar had je al het gevoel, het gaat niet lang duren met Tsjernenko. En zo is het gegaan. Dus na een dik jaar is Tsjernenko ook verdwenen. En toen hebben ze natuurlijk een van de wonderlijkste dingen gedaan. Ooit toen hebben ze Gorbatsjov benoemd tot leider van het politbureau. Die de jongste was in dat politbureau, voor zover ik weet. En die hele uitgesproken ideeën had over hoe de Sovjet-Unie hervormd moest worden. Die over zijn gelovig communist was, die geloofde dat het systeem hervormd kon worden. Dat heeft hij geprobeerd te doen en daaraan is het systeem bezweken. En een van de nuttigste dingen daarbij dacht hij van, wat is het nut van die... Van het Russische imperium in Oost-Europa. Eigenlijk geen enkel, kost ons een hoop geld en een hoop narigheid. Dus dat kunnen we best afstoten. En als we het afstoten, zal het waarschijnlijk toch wel een beetje progressief blijven. Dat had hij helemaal verkeerd gezien natuurlijk. Maar zodoende is Oost-Europa bevrijd geraakt van de Russische bezetting. En ja, daar heeft Poetin, je weet wat Poetin erover gezegd heeft. De grootste geopolitieke vergissing van de 20e eeuw. Ja, ik zou zeggen, we hebben nu nog maar 1 taak en dat is het opruimen van het onbeschrijfelijke klotenland wat Rusland nog steeds is. Ja, opruimen, dat is natuurlijk, klinkt hier wel een beetje raar, maar ja, dat je toch weer hoop hebt, zou Rusland niet ooit een normaal fatsoenlijk land kunnen worden. Ja, daar heb ik niet veel hoop op, maar je hoopt het toch. Rutte grapt in ieder geval nog dat hij het niet zo ver zou laten komen als Brezhnev heeft gedaan. Oh, ik heb begrepen eigenlijk dat van Henk Kamp, die was die, ja, we hebben hem al eerder geciteerd, dat eigenlijk al heel, ja, dat hij Rutte eigenlijk, dit kabinet, wat overigens bepaald geen indrukwekkende indruk maakt, laat ik mij voorzichtig uitdrukken. Daarna best weer een Rutte-kabinet. Ja, ik denk dat we aan Rutte vastzitten, zolang de VVD verkiezingen wint. Ja. En nog even 1 laatste dingetje. Trump. Heb je dat nog meegekregen? De 187 minuten tussen zijn speech met al die betogers die toen naar het Capitool gingen? Ja, god, ik heb dat van die commissie, dat heb ik wel redelijk gevolgd. Dat was natuurlijk wel schokkend nieuws. Alleen zou ik erbij zeggen, we wisten dat allemaal natuurlijk in principe. Precies. Al. Hij zat televisie te kijken, hè? Ja, Fox hij News. Keek naar Fox. Je weet dat hij een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht met te kijken naar de televisie waar die dan zelf op is. en dan zich af te vullen. Als ze het goed hadden gedaan, dan appte die ook, of twitterde die, dat hij heel tevreden was. En anders waren natuurlijk allemaal losers die het verkeerd hadden gedaan. En ondertussen om hem heen? Nee, 6 januari was gewoon een staatsgreep. Ja, toevallig een totaal incompetente staatsgreep. Maar het was wel een staatsgreep. Ja. En dat is natuurlijk in de Verenigde Staten een volstrekt uniek gebeuren. En let op mijn woorden, dat kan daar nog helemaal compleet fout gaan in 2024. Ja. Al is het ook niet zo dat de steun voor Trump in marmer is gebeiteld. Die brokkelt ook aan de randen wel af. Ja. Maar het probleem is natuurlijk dat de grootste groep van Amerikaanse kiezers, namelijk blanke kiezers met een lage opleiding, ja, dat zijn de gelovers van de Trump-ideologie, ja, of van het Trump-geloof, hoe je het maar wil noemen. En toen hij in dat Witte Huis zat, waar zijn dochter stond om hem heen te smeken van alsjeblieft, grijp in, roep die achterban op om te stoppen. Ja, zijn dochter heeft ook gezegd dat ze er vast van overtuigd is dat hij wel degelijk de verkiezingen heeft verloren.
Daarna heeft hij gezegd dat ze er niks van af wist en dat ze er helemaal niet bij betrokken was. Dus hij heeft ook zijn eigen dochter vlot afgebrand. Maar het feit is dat mensen om hem heen en smeekten, alsjeblieft, spreek iets in. En toen heeft hij schijnbaar een filmpje opgenomen. Je had het over video's opname en tv-opnames. Heeft hij schijnbaar een uur over gedaan, omdat hij niet tevreden was over de tekst. En hij moest weer wat dingetjes overnieuw doen. En de autocue, daar had hij problemen mee om dat op te lezen. Dus dat heeft onnodig lang geduurd. Ja, hij heeft het gewoon voort laten boeken in de hoop. Kennelijk dat misschien die pen zo onder druk zou zetten dat hij niet bereid zou zijn om de verkiezingsuitslag te waarmerken. Ja. Ja. Maar goed, we zijn nu voor 24, zijn we in de race voor een potentieel heel onaangename situatie. Ja, maar ik bedoel, de ellende in Amerika is echt niet over. Dat moet je niet denken. Nee. Mijn overtuiging is nog steeds, de ellende in Amerika zal nog veel groter worden voordat ze tot enig serieus benul komen dat ze op de verkeerde weg zijn. Ja. Die Joe Manchin heeft nu dus die hele politieke boodschap van Biden gefrustreerd. Dat is toch ook wel vrij triest. Niet waar dat zo'n sukkel uit zo'n kolen staat, niet waar een door en door corrupte politicus, dat die in dat systeem op zo'n centrale rol kan spelen. Ja. En die commissie is nog niet klaar. Hè? Ze hebben gezegd, we hebben nieuwe getuigen hebben zich gemeld en nieuwe informatie is bekend geworden, dus in september gaan we door. Ja. Want ze zouden eigenlijk nu klaar zijn. Ik zou zeggen, maak haast, aangezien die commissie natuurlijk na november niet meer. Dus dat moet de nieuwe verkiezing moeten ook weer. Maar goed, na begin januari volgend jaar is het klaar met die commissie. Want dan komen de Republikeinen naar alle waarschijnlijkheid aan de macht in het huis. Ja. En dat betekent dat die commissie opgedoekt wordt. En dat er Republikeinen met tegenonderzoeken zullen starten. Ja. Okay. Maak je er maar niet vrolijk over. Het is, nee. We gaan het volgen. Oké. We kunnen nu weer iedere keer hier afspreken, denk ik, hè? Totdat je naar Tesla gaat. Ja, niet meer. De geluidskwaliteit is hopelijk ook beter. Er was ook iemand die zei, dat vond ik wel geestig. Hij kon er helemaal niet meer bij in slaap komen bij dat gekraak van mij uit Wyoming of weet ik waar het vandaan kwam. Maar de tweede keer was wel beter, hè? Via dat dat was stukken beter, ja. Dat hadden ze mij ook daar al uitgelegd. Dat je moest, was het ook alweer? Je moet FaceTime, maar dan het geluid van FaceTime. Precies. Dat is eigenlijk via internet bellen. Ah, oké. Hetzelfde als Zoom een beetje. Kijk, het allerbeste zou natuurlijk zijn dat die geluidsman daar zegt, pak deze microfoon maar. En dan nemen we hier lokaal met goede apparatuur nemen we het op. En dan mailen we daarna en dan kun je het onder elkaar leggen. Maar dat was veel te ingewikkeld, veel te veel gedoe. Ja, en ik was mijn laptop kwijtgeraakt. Daarom. Anders hadden we kunnen zoomen. Dan hadden zij dat moeten doen voor jou. Maar ja, ik was dat ding toen al kwijt. Ik ben al de tweede of de derde dag dat ding kwijtgeraakt. Ja, maar toen we zijn gaan facetimen, toen was dat prima. Toen je zag ook dat bij dat hele slechte geluid, volgens mij een derde van de mensen die zeiden, zoek het maar uit. Dit gaan we niet luisteren. En daarna was het weer normaal. Ik ben heel gevoelig voor de geluidskwaliteit. Ja. Dat vind ik ook nog wel geestig. Ja. Ja. Maar nu ga je, Tesla is in augustus, hè? Ja, vanaf 12 augustus of zo ga ik naar Tesla. Over een maandje. Maar dat moet geluidstechnisch moet dat goed te regelen zijn, lijkt mij. Ja. Nou ja, we kunnen nog een keer. Heb ik dan die laptop hopelijk wel bij mij. En dan zou in ieder geval kunnen zoomen of zo. Ja. Is dat geluid ook beter? Dat is ook beter, maar via wat we net hadden gedaan met dat FaceTimen, dat ging ook goed. Dat ging dus, dat kabeltje van dat telefoontje gaat dus in dit kastje. Dus dan neem je het op dezelfde manier op. Alleen jij hebt dan via internet bel, dus dan is die kwaliteit wat beter. Oh. Nou ja, ik ben blij. Ik hoop dat de luisteraars weer fijn in slaap kunnen komen. Met dit geluid moeten we toch wel binnen een kwartier onder zeil zijn, zou ik zeggen. Moeten ze terugspoelen, waar ze gebleven zijn, ja. Oké. Nou, heb jij alles? Ik heb niets meer te vragen. Ik geloof dat ik alles wel zo'n beetje. Heb ik nou al iets vergeten? Het reizen heb ik behandeld, het voedsel heb ik behandeld. Partijen voor de dieren. Partij voor de Dieren heb ik behandeld. Schiphol ook. Oh, zullen we nog een klein dingetje doen? Dat we kwamen in L.A. aan. In een hotel, dat heette de Hollywood Hotel, als ik het maar goed herinner. En dat was duidelijk. Had men niet goed onderzocht wat de faciliteiten van het hotel waren. Want dat was in zoverre een volstrekt uniek Amerikaans hotel. Ik heb dat nooit eerder meegemaakt, terwijl ik toch in tientallen Amerikaanse hotels heb gezeten. Dat was namelijk hotel zonder lift. En als je weet wat wij bij ons hadden, met name aan geluids- en camera-apparatuur,
Dan kun je begrijpen dat die twee heren die ik met ere vermeld heb, niet zo lollig vonden. Dat ze een halve ton materiaal de trap op moesten slepen. Dat hoefde uiteindelijk ook niet, maar het was een enigszins luguber hotel. Met dien verstande dat de enige persoon die aanvankelijk een kamer op de begane grond kreeg, dat was ik. Omdat ik natuurlijk werd afgeschilderd als een praktisch gebrekkige bejaarde die echt die idiote trap niet op kon die ze daar hadden. En het grote voordeel was nog, dat was de James Dean Room. Dit was een kamer waar ooit James Dean de nacht had doorgebracht. En nou ja, je begrijpt, ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb de hele avond, de hele nacht heb ik aan James Dean gedacht. Rebel Without a Cause, East of Eden. Ja, ik kan me herinneren ook dat ik Rebel Without a Cause al een strontvervelende film vond. Maar goed, ja, James Dean hing ook een groot portret van James Dean en zo. Ja, je weet, die is tragisch om het leven gekomen. En dan krijgt iemand die met een, als ik het wel heb, een Porsche RS 1500 Spyder. Echt een fantastisch autootje overigens. Een superlicht, razendsnel autootje. Ja, het zal bij die gelegenheid jammer genoeg in de prak gereden zijn, neem ik aan. Want dat is eigenlijk het mooiste. Hele kleine, lichte raceauto's. Waarvan die Porsche echt ook, dat staat ook in het Porsche Museum in Stuttgart, staan ook twee exemplaren met prachtige rood leren bekleding. Dat je denkt, oeh, dat zou ik nog wel willen hebben. Ik geloof dat ze 1,5 miljoen kosten tegenwoordig, dus dat zit er niet zo in. Ik weet eigenlijk maar één autootje, een sportauto, wat waarschijnlijk nog lichter was. Dat is de Lotus 23. Als ik niet zo'n oude man was, daar kun je ook replica's van krijgen. Dus oorspronkelijke, die zijn ook allemaal veel te duur. Maar die replica ziet er ook geweldig uit. Een geweldig autootje werkelijk. Want lichte auto's zijn zo ontzettend veel aantrekkelijker dan zware auto's. Want zware auto's hebben noodzakelijkerwijs dikkere banden, een grotere motor. Alles wordt eigenlijk systematisch groter en zwaarder. Ja. Eigenlijk alles boven de 1000 kilo is totaal oninteressant vanuit dat. Daarom zijn oude autootjes ook zo leuk om in te rijden, Renault 4. Want je voelt direct dat het ding, dat weegt eigenlijk voor onze moderne begrippen vrijwel niks. Heel veel auto's die wegen tegenwoordig tegen de 2 ton, laat staan, elektrische auto's. Er zit ook nog zo'n enorm pakket in. Hele kleine, lichte sportautootjes. Vederlichte sportautootjes. Dat zijn eigenlijk een soort balletdansers op wielen eigenlijk. Zo moet je het zien. Maar goed, dit naar aanleiding van de kamer van James Dean. Ja, dat was wat hoor. Dus nu, ik heb toch alle moleculen van James Dean ingeademd. Hè? Is het ook niet zo dat je ook moleculen van Caesar, ik weet het. En van Elvis en dat soort dingen. Van Elvis, ja. Ja, Elvis, dat is ook een fenomeen in de, omdat er net een Elvis film verschenen, heb ik begrepen. Ja, klopt, ja. Heb jij die gezien? Nee, er kwam ergens een promo voorbij. Dus ik heb gezien dat die film, dus ik heb de film niet gekeken. Ja, het een hele wonderlijke, enigszins tweeslachtige bespreking in de Verenigde Staten. Dus dat het als biopic, zoals dat heet, niet bevredigend was. Maar dat voor de sfeer, voor laten we zeggen, het zonderlinge fenomeen wat Elvis natuurlijk was, dat het daarvoor een hele geschikte en goede film was. Ja. Ja. Ik zal hem ooit, als die gestreamd wordt, bekijken. Het staat nu nog niet op de streamers? Nee, volgens mij, dat weet ik niet hoor. Ik heb niet gekeken. Ik kan niks streamen zolang ik geen werkzame computer heb. Maar je sluit je laptop aan op je scherm. Ja, dat is het. Ja. Dus je hebt nu eigenlijk geen computer. Ja, zo is het maar net, ja. Ja, ik heb ook wel een beetje spijt van dat idee. Is het niet hartstikke handig dat je dan op zichzelf een ontzettend leuk laptopje hebt. Dat sluit je thuis aan op een groot scherm. Dat werkt fantastisch. En dan kun je het, als je met vakantie gaat of iets anders doet, kun je het hele ding meenemen. Dan heb je je hele mail, alles heb je bij de hand. Je begrijpt dat op het moment dat ik duidelijk was geworden dat ik dat ding kwijt was geraakt bij de security op Calgary, dat ik dacht van, god, sorry dat ik nu wel op de dag des heren tot vloekerij kom. Maar ik dacht, poldomme nog en toe. Nou word ik wel gestraft voor dat zogenaamde handige van dat laptopje. Is het niet handiger eigenlijk dat ik een ander systeem aansluit op het grote scherm? En je kunt ook voor die doosjes van Apple, klopt, krijgen. Ja. Waar ook zo'n beetje in zit. Ja.
Want je hebt die hele sterke systemen, heb ik natuurlijk helemaal niet nodig. Ik moet een groot scherm aan kunnen sturen. En that's it. Verder voor de rest mail ik. Dus ja, ik ben wel een beetje in dubio geraakt of dit de juiste combi is. Totdat je zo meteen dat ding weer terug hebt en dan ben je het weer allemaal vergeten. Ja, dat ik hoop het en dat het dan ook meteen werkt en zo. En ik moet het, we wachten het nog even af. Ja, je weet als je dit is toch dat hele loskoppelen bevalt me eigenlijk niet. Nee, dus je hebt hem eigenlijk helemaal bijna niet kunnen gebruiken. Je bent er vrijwel meteen aan het begin van de reis ben je hem kwijtgeraakt. Zeker, ik heb alles op mijn telefoon moeten doen. Ja. En heb ik ook nog op de telefoon heb ik nog een systeem waarbij ik niet kan e-mailen. Oh, maar wel kunnen ontvangen. Ja, dat wel. Ja, ja. Nou, wel lekker rustig, dan hoef je in ieder geval niet terug te gaan. Je zou kunnen zeggen dat ik al die weken een computerinvalide ben geweest. Dat ik een soort rolstoelpatiënt, maar dan als computergebruiker. Ja, ja. Oké, nou, hartstikke goed. Ja, ik hoop dus dat ding aankomt en dat hij het meteen ook doet. Zo, je hebt het allemaal opgeschreven. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.